Doodse stilte voor de Rollenbank aflevering van deze week. Want we hebben een Tesla Model S op de bank hier bij Beek Auto Racing. Hij is voor jou, Luke. Je hebt het thema voor het dikste gekozen. Hoeveel vermogen zou erin moeten zitten? Ja, als het goed is 421 pk. En hoe gaat die test straks verlopen? Geeft hij dat in één keer vrij? Of moet je, hoeveel toeren moet je maken? Ik denk dat we een heel vlak grafiekje gaan zien. Want hij geeft zijn vermogen eigenlijk vanaf nul al af. Dus we zullen het zien. En al die pk's, zitten die erin? Heb je enig idee? Ik denk het wel. Hij voelt heel snel aan. Ik heb veel snelle auto's gereden. En dit voelt, omdat het vanaf nul is, voelt het eigenlijk extra snel aan. Dus ik denk wel dat het erin zit. Ja, het is mij iets te veel elektronica hier binnen, hoor. Ik ben toch meer iemand van het octaan en het lawaai. Maar ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Het wordt in elk geval een surrealistisch geheel. Je zei al dat het een experiment zou worden en dat is het ook geworden. Wat is er gebeurd? Ja, het is gebleken. Hartstikke leuk. We hebben een burn-out gedaan op de rollen. Dus dat was al de eerste sensatie gewoon. Uiteindelijk, de allereerste sensatie was natuurlijk het puur de breedte van de auto. De auto is echt op zijn max van wat deze dyno past qua breedte van de rollen. Daarna hadden we natuurlijk de burn-out. En nu uiteindelijk hebben we eigenlijk een beetje het probleem dat het maxvermogen wordt hooguit een halve seconde of een paar tienden van een seconde afgegeven. En daarna meteen begint een begrenzer. Dus uiteindelijk haalt hij meteen het elektrisch vermogen een stuk terug. Dus zodoende meten we 210 kilowatt werkelijk aan de rollen. Dat is 286 pk werkelijk aan de rollen. Zouden we nu rekenen met de factor van een normaal 8-wiel aangedreven auto, zit je met 1,25 als eigenlijk normale aandrijffactor, dan zou je op 357 pk zitten. Maar dan reken je dus als zijnde een normale auto. Terwijl hier natuurlijk de elektromotoren direct zo ongeveer op de as zitten. Ja. Dus je hebt eigenlijk geen aandrijfverliezen. Dus zodoende is het een beetje een bijzonder fenomeen. Dus ik meet gewoon 210 kilowatt wat ik als remvermogen er tegenaan moet zetten. Ja. Okay. Dus hebben we een no-go? We hebben een no-go met uiteindelijk met een resultaat puur zeg maar gezegd van oké, 210 kilowatt aan de wielen. Nou, dat is de laatste keer dat ik beweer dat een elektrische auto geen spektakel geeft. Maar het vermogen, dat krijgen we er niet uit. Nee, wel een hoop herrie en een hele hoop gedoe om hem vast te krijgen of die past en niet. En uiteindelijk de meting viel tegen. Maar je ziet ook dat hij meteen in de begrenzing schiet. En dat is gewoon, dat is wel jammer dat hij in zo'n situatie laten zich niet temmen. Je auto is gewoon te modern voor deze rollenbank. Zo zou je het ook kunnen zeggen, ja. Het is geen circuitmonster in ieder geval, maar het rijdt heerlijk.